glitters in je dak, sterren hemel, die bak is gay as fuck. Fuck die rappers, pet the heart, fuck Dubai, I love the block. Geen awards, ik pet the heart, dat is het probleem, want zij zijn soft. The game kent geen wederzijdse loves, de J-Lion vlog. Handhavers door de wijk, 10:30 a.m. Maar dit is wel de kerst op de taart, en er stond te kotsen gewoon. Draag geen designer, dat is veel te duur. Brandweer uit, ik spreek te veel. Kijk, ga mij niet zeggen dat dit zomaar een camera is. The fuck, man. Hier, another one. Kijk, dit bedoel ik, deze camera staat gewoon op mij gericht. De Nederlandse staat deed toen al aan onteigening. Zouden ze ooit een huis terug hebben gekregen? Of werden ze verbannen naar Israël of Palestina, hoe je het ook wil noemen? Lach eens. Ik ben gepromoveerd, mensen. Kijk ze. Hele verkeer ontregeld voor die homo's. Ja, toch. Lekker jagen. Tom Poes. Nu wil ik wel weten wie voor me loopt. Oh, je hoort me niet. Ik denk dat je hoort, maar dat harder moet. Dit was ook weer gezellig. Nou ja, het is niet persoonlijk. Je had haar glazige ogen moeten zien. Maar ja, ik moet haar privacy respecteren. Alhoewel ze waarschijnlijk allemaal socials heeft en ze zelf het niet eens respecteert. De hele dag foto's posten met je legging. Dan krijg je eindelijk aandacht in het echt en doe je onbeschoft. Ze leven dus al in een metaverse, vele mensen. Allemaal leuke jongens in de gym. Maar jij bent er alleen maar om selfies te maken voor de digi-wereld. Het lijkt me ook heel verwarrend voor de vrouw, weet je. Hormonen zeggen jongens en vrouwen moeten elkaar opzoeken. Maar je mag er niet op ingaan. En je bent pas geëmancipeerd als je 2 abortus hebt gehad. En allemaal valse MeToo-meldingen hebt gedaan. En ze zijn aangeleerd asociaal te doen. Jij moet eens uitkijken als hetero man, terwijl jij gelijk hebt. Want je kan vervolgd worden voor je geaardheid. Dus vaak geef ik alleen een compliment. Ik zet de eerste stap en ik hoop dat de chick initiatief neemt. Maar dat gebeurt niet, want die verwacht het van de man. En zo blijft de westerse bevolking maar krimpen. En weet je, met die straatintimidatiecampagne, het kan van alles zijn. De vrouw mag het zelf invullen, van sissen tot kijken. Kijk, heb je het ogen voor? En dit geeft veel macht, ook aan zure, chagrijnige chicks die hier misbruik van kunnen maken. Want dat doet macht ook met mensen, het corrumpeert. Mensen kijken de hele dag naar me en praten met me. Het heet mens zijn. Ik ga toch geen melding doen, kan niet eens, want er staat dat het alleen voor vrouwen is en transvestieten. Dus dan weet je al uit welke hoek het komt. De depopulatieagenda. Dit is dus een aanval op de vrouwen. Zwemwedstrijden, mannen in de kleedkamer. Dus we moeten vooral blijven luisteren en geduld hebben. Maar ik voed wel vaak op, weet je. Want ook al zegt de regering, scheld ongevaxt of Russen of mannen maar uit, wil niet zeggen dat mensen uit deze groepen dat pikken. En sommige chicks gaan echt een keer. Puur omdat het nu mag. Dus ik zeg dan van, yo, besef wel dat je ooit een man tegenkomt die niet zo coulant zal zijn als mij, snap je? Je komt een keer de verkeerde tegen. Je kan niet zomaar wild vreemde kerels op straat gaan lopen uitschelden. Toon een beetje respect. Kijk, vind je een jongen niet leuk? Is hij niet je type en hij fluit naar je, loop gewoon door. Opgelost. En voor de rest zijn er wetten. Maar als je verkracht wordt door je Tinder date, dat is een echte misdaad. Daar komt de politie niet voor. Want ze zijn te druk bezig met politiek bedrijven. En ze willen juist die digitalisering. En dat doet me denken aan nog iets. Want dan zie je van die borden boven de weg van rij mono. Maar wel iedereen de digitalisatie door een strot douwen. Of boerenprotesten, weet je. Maar op dat moment weet je ook dat Rutte het niet voor het zeggen heeft. Want anders zou die stoppen met die agenda en die stikstofplannen. Want als het volk zo duidelijk aangeeft van dat dit te ver gaat. Of de avondklok. Je ziet de weerstand. Dan stop je er toch mee. Maar hij moest het dus uitvoeren. Dus het kwam echt van hogere hand. Dus ja, dat zie je met niet bestaande problemen zoals klimaat. En om af te ronden over het niet bestaande straatintimidatieprobleem. Ik zou zeggen, zoek elkaar vooral op. Geef elkaar een compliment. Geef een knuffel. Blijf lief tegen elkaar. Negeer de onzin en blijf je verzetten. Maar man, wat ben ik wel eens jaloers op vroeger, weet je wel. Men ging op avontuur in de natuur. Men werd verliefd. Ze keken naar de sterren. En de telefoon was maar om te bellen. Nou, je ziet het, dames. Als je een heteroseksuele jongen... Nou, je ziet het, dames. Als een heteroseksuele jongen je aankijkt of op je... Of op je af... Je ziet het, dames. Als je aandacht krijgt van een heteroseksuele jongen, dan mag je je boksbeugel pakken. Nou, dit is dus de woke agenda. Maar mag ik dan ook de boksbeugel pakken als een asociaal wijf mij niet groet als ik goeiemorgen mevrouw zeg? Of als de pedolitie de kinderen van mijn buurvrouw uit huis plaatst omdat een of andere ambtenaar zoals Demming geil wordt? Mag ik dan ook de boksbeugel pakken? Viezerikken, echt hoor. Schaam je, politie. Politie hoort toch neutraal te zijn, niet bezig te zijn met LHBTI en woke nonsens en depopulatie.